En hallo allemaal, leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe muziekvideo-analyse. Mijn naam is Wesley en zoals altijd heet ik jullie van hartelijk welkom. In deze webserie genaamd muziekvideo-analyse voor de mensen die nieuw zijn, ga ik altijd reageren op videoclips die ik eerder behandeld heb in de Rate Your Song aflevering, wat ik eerder deze maand behandeld heb. Aangezien ik mijn mening gegeven heb over de huidige nummer 1 hit Blijven Slapen van Snelle en Maan, besluit ik ook maar eens even een kijkje te nemen naar de videoclip van eerder genoemde nummer uiteindelijk. Dus het is lang geleden dat ik het gedaan heb. Dan zal ik tussendoor ook even mijn mening geven uiteindelijk. En ik zou zeggen, laat me even een kijkje nemen naar de videoclip. En natuurlijk zullen jullie mijn gedachten ook horen. Na het beoordelen van de videoclip geef ik ook mijn algehele gedachten van wat ik uiteindelijk gevonden heb van zowel het liedje en de videoclip en zo, weet je wel. Dus ja, dus dan weet je dat vast. Maar laten we maar beginnen met reageren op deze videoclip. De videoclip herinnert je ook aan van welk liedje je dan aan het beluisteren bent, of hoe het liedje heet en wie de artiesten zijn. En dit is wat ik de afgelopen tijd gezien heb in veel videoclips van de titel van het liedje met daarbij de naam van de artiesten, alsof wij niet weten van wat we kunnen verwachten of zo, weet je wel. Maar bijvoorbeeld bij Excite kan ik me wel begrijpen, weet je wel. Dat is heel standaard. Ik vind het een beetje dubbel op zich. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. Ik vind het ook heel mooi hoe de camera, zeg maar, een soort van spiegeleffect krijgt, zeg maar. Van, dat alsof het lijkt alsof de camera in de spiegel gaat. En dat vind ik een heel mooi shot. Maar hoe sneller erbij loopt, oh man. Wat, hij ziet er zo slonzig uit, man. Dit is niet lullig bedoeld of zo, weet je wel. Maar ik weet niet, stel je hebt een afspraak met iemand of zo, weet je wel. En je loopt zo rond. Sorry. Maar man, die ziet er leuk uit hoor, in deze clip. Echt ook goed qua kleding en zo, weet je wel. Dus, en snel loopt erbij alsof je net uit bed komt of zo, weet je wel. Dus. Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Ik vind het ook heel tof dat sneller dan uit die ruimte springt, zeg maar, alsof het een illusie probeert te creëren van alsof hij uit de spiegel stapt. En dan krijg je zo'n Alice in Wonderland-achtig iets, zeg maar, dat je zo'n piepklein deurtje hebt. En dan kun je er iets erin zien en zo, weet je. En dan zie je zowel Maan en Snelle dansen zo. Wel duizend vragen, goed mijn tandenborstel, luchtje en mijn lade waarschijnlijk. De choreografie ziet er leuk uit en Maan doet het ook wel netjes met het dansen en zo. Ik vind de choreografie ook echt leuk. Ik heb zelf ook op mijn dansschool gezeten voor een aantal jaren. Het ziet er wel leuk uit op zich, ook heel kleurrijk en zo. Oh, you go man, you go. Ik vind het echt heel leuk hoe zij zo lekker aan het dansen is. En ja, Snelle daarentegen, die stelt er zo heel houtig bij, weet je. Het weet je wel, anticlimactisch. En er is een ander stukje dat hij eerder deed. Beetje het wel netjes, maar ja, dit, nee, dat zag er niet zo heel mooi uit. Straks alleen zijn in je kamer. Gaan we de laken zien, schat de volgende stap. En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag. Ik ben op mijn gemak. Of twijfel ik weer. Ik vind het al helemaal knap dat decor zo, zeg maar, zo verandert, weet je wel. Het is allemaal opgenomen in één shot. De camera blijft Maan en Snelle volgen. Terwijl het decor, zeg maar, verandert. Het zag er echt keileuk uit. En ik ben zelf ook een fan van als een bepaald stuk in een film of een videoclip aan één stuk door gefilmd wordt. Zonder onderbrekingen. Het zag er wel heel tof uit op zich. Het geeft ook een beetje idee van wat het probeert te doen en zo, weet je wel. Het zag ook wel heel gelijk uit. Zo zijn er nog wel thuis. Slapen en slapen dan niet. Ooit nauwelijks, wij gaan niet. Ik vind het wel een beetje een vreemde plek om daar op de dans, weet je wel. Bij zo'n disco-achtige verwacht je een dansvloer. Maar hier is het net een soort steegje of zo, weet je wel. Een heel verlaten steegje of zo met hekken of zo, weet je, waar je niet mag komen omdat er ergens gebouwd is of zo. Ja, ik vind het wel heel apart uit om daar een goede grafiek te doen, weet je wel, terwijl het gaat om twee mensen die een afspraakje met elkaar hebben. Ik weet niet, ik vind het nog heel erg donker of zo, weet je. Het, maar ja, niet echt. Ik vind het niet geweldig. En slapen doen we niet, nooit nauwelijks, wij gaan niet. Snelle komt dan uit op een strand en Maas staat gewoon op een bed als wij iemand erin slaat. Ik weet niet waarom dat zo is, waarom een groep mensen daar aan het dansen zijn en iemand ligt in bed te slapen. Ik snap niet waarom je daarvoor wil gaan. Kijk, als daar een bed staat van idee geven om bij iemand blijven slapen voor een one night stand. Ik snap het. Maar dat er dan iemand al in het bed ligt.
Wat? Is het nou een trio'tje of zo, weet je wel? Of wat is nou de bedoeling? Ik dacht dat alleen twee mensen seks met elkaar wilden of zo. Maar in ieder geval, we gaan verder kijken. Ik kom niet thuis, ik blijf hier slapen, vast nog vaker. Oké, dat is trippy, dat einde vooral. Nou, mijn gedachten over de videoclip. Het zag er leuk uit, het is leuk opgenomen. En het feit dat het met illusies speelt, optische illusies speelt, vind ik ook heel erg interessant. Het zag ook heel kleurrijk uit. Ik vond dat snel een beetje een slons erbij liep, vind ik persoonlijk wel iets minder. Dat hij ook zo houtig aan het dansen was, zeg maar. En ik denk, als je niet kan dansen, doe het ook niet, weet je wel. Laat het anders gewoon aan de dans over. Of oefen gewoon zo hard dat het echt goed gaat, of zo, weet je wel. Aan deed het ook echt keileuk met de dansen en zo. Het decor, het camerawerk, zag heel leuk uit. Ook het effect met de lampen en zo was ook heel tof. Vooral dat donkere stuk met die rode lampen. Er waren ook wel dingen waarbij ik dacht van, oké, dat werkt nou eigenlijk niet voor mij. Bijvoorbeeld, een staat op het strand. En daar sliep iemand, volgens mij, zag ik Chantal Jansen volgens mij in dat bed? Of? Ja, het leek wel op haar, maar ik weet niet of het zo is. Maar dan op dat bed stond te dansen. En dan ook nog dat einde, zeg maar, alsof ze een soort van illusiewereld vastzitten, zeg maar. Het is heel vaag. Ik dacht dat het verhaal probeert te vertellen van twee mensen die een one-night stand wilden eindigen, zeg maar. En dat ze dan als koppeltje zullen eindigen. Maar dan krijg je weer zo'n Alice in Wonderland-achtig verhaaltje, weet je wel. Waarin niet alles is wat het lijkt. En ja, een beetje verwarrend uiteindelijk. Maar ja, het zag er wel heel interessant uit. En ik vond het wel leuk voor wat het is uiteindelijk. Dat disco-achternummer, zeg maar, vooral bij de dansstukken, vond ik ook echt keileuk. Het is leuk, maar sommige dingen konden inderdaad wel beter. Dat vind ik dan tenminste. Dat was in ieder geval deze muziekvideo-analyse van het nummer Blijven Slapen van Snelle en Maan. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze videoclip vinden. Ik zie jullie de volgende keer weer terug in de gloednieuwe video van mij, oké? Doei doei!